Donderdag 6 oktober 2016. Opening van de Sibab-ontwerpfabriek in Zwolle door burgemeester Henk-Jan Meijer. Een jaar geleden was dit nog een heel naargeestig oud gebouw, een oud schoolgebouw. We hebben gelukkig met de gemeente overeenkomst afgelegd om dit gebouw te kunnen overnemen. Eerst op tijdelijke huurbasis en we hebben dat in een jaar tijd omgebouwd tot wat het nu is. De Sibab ontwerpfabriek met een enorme fijne dynamiek, het gonst hier. Wat doen we hier dan? Hier zijn studenten bezig, samen met ondernemers, samen met studenten van andere scholen dan het Sibab, om samen met nieuwe technieken, nieuwe materialen, nieuwe inzichten, nieuwe oplossingen te werken aan projecten, aan vraagstukken die ondernemers hier neer durven te leggen.